start is gevallen. Pillow Melody begint met een grote achterstand. Die wilde niet aanpakken achter de auto. En Forever H wil dat wel. Die wil de leiding hebben. Die heeft hij inmiddels ook. Daarachter Green Investment op de tweede plaats. Buitenkant gaat Victory Moco naar voren. En ook General Lee gaat gelijk door naar voren. En zo gaan de paarden de eerste bocht in. Leiding daar in handen van Forever H. Aan de buitenkant Victory Moco. Daarachter Green Investment. Op de vierde plaats ligt John de Leeuw. John de Leeuw ligt daar met Gwennet. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde. En Victory Moco moest even gas geven. Dat is die wel gewend in Alkmaar. Maar dat kan hij in Wolfgang ook. En heeft inmiddels de leiding overgenomen. Victory Moco leidt, Forever H ligt tweede, dan Green Investment, daarachter volgt Gwennet en achter Gwennet is het dan Passionate Dream en daar aan de buitenkant gaat naar voren General Lee. Daarachter aan de reling zei de Fury Di Muccio. Ik kan me niet herinneren dat Fury Di Muccio ooit aan de reling heeft gelegen, maar Niels Jongejans heeft dat wel voor elkaar en hij draaft ook nog steeds. Dat is een hele prestatie. Buitenkant gaat Estella Kingsdiep hem nu wel voorbij en dat treintje de tweede spoor is op weg naar voren en dat wordt aangevoerd door General Lee. General Lee is op weg naar de leider en zo gaan de deelnemers zometeen de rechte lijn voor de tribune inkomen. En de leiding is in handen nog altijd van Victory Moco, die krijgt straks de generaal naast zich. Vernoemd naar de auto van de gebroeders uit de Dukes of Hazzard, General Lee. En dan gaat hij aan de buitenzijde naar voren. En hij gaat nu proberen de leiding over te nemen. Maar Victory Moco vindt dat geen leuk idee. Victory Moco rijdt een stukje mee, maar General Lee is er nu langs. General Lee de nieuwe leider. Victory Moco tweede voor FH derde. Aan de buitenkant is Stella Kingsdeep, dan Green Investment. Daar komt ook Hulk Vrijenessen naar voren, de favoriet. En aan de relingzijde Gwennet. Uitschakel nummer 3, galop nummer 3. Galopaarden van de drie die is eruit. En zo gaan de deelnemers de rechterbocht in. General Lee leidt. General Lee daarachter op de tweede plaats. Victory Moco die gaat naar het tweede spoor. Forever H gaat mee. En het derde spoor is nu voor Estella Kings. Die binnendoor gaat naar voren. Green Investment. Paar de rechte lijn overzijde. General Lee leidt met driekwart lengte. General Lee aan de buitenzijde komt er weer wat druk. En General Lee pakt het bit weer op. General Lee aan de buitenzijde wordt hij wel aangepakt. Aan de buitenzijde wordt hij aangepakt door Victory Moco. En zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. General Lee leidt. Victory Moco daarnaast. Daarachter in het tweede spoor Forever H. En daarachter aan de relingzijde Green Investment. En dan valt er een gaatje. Het gaatje dat nu dichtgelopen wordt door Hulk Vrijenessen. Hulk Vrijenessen ook in de kopgroep. En zo zijn we halverwege de Tjada-bocht. En de leiders schuiven steeds dichter bij elkaar. General Lee. General Lee leidt. Galop nummer 10. General Lee komt als eerste de laatste rechte lijn in. Victory Moco aan de buitenzijde. Daar komt Forever H. Daar komt ook Hulk Vrijenessen. Leiding is nu overgenomen aan het midden van de baan door Victory Moco. Maar daar komt Tesla weer aan de buitenzijde. Aan de relingzijde komt ook General Lee nog een keer terug. General Lee. Go baby. Go, go, go. General Lee. Tweede plaats. Forever H. Derde Victory Moco. En vierde de Hulk Vrijenessen.